Klaas, vol optimist die je naartoe geleefd, 90 minuten lang alles gegeven. Waar lag het dan aan vandaag? Nou ja, dat we op de cruciale momenten in de wedstrijd vrij eenvoudige doelpunten tegen krijgen. Ik denk dat we eigenlijk wel prima aan de wedstrijd beginnen. Positiespel, balbezit, controle. Alleen bij de eerste beste gevaarlijke uitbraak of aanval van Almere City FC maken we sliding tackle in de 16 meter strafschopmoment. En we staan 1-0 achter. En ik denk een kwartiertje later, rond de 25e, 26e minuut, een voorzet vanaf de rechterkant. We lopen niet mee met een diepgaande middenvelder in de 16. En na 26 minuten staan we 2-0 achter. Jani, vandaag je debuut. Hoe kijk je erop terug? Ja, teleurstellend. We staan hier nu met 0 punten en ik had hier graag met 3 punten willen staan. In de tweede helft, een bal op de paal. Ja, en daarna volgt meteen de 3-0. Is dat dan het extra stukje pech wat je dan tegen je hebt? Nou, dat is op dat moment wel het nekschot in deze wedstrijd. Maak je die 2-1, wat een prima dieploopactie van Jani Koeman was. En volgens mij een goede steekpaas van Dien geweest, als ik het goed heb. Maak je die 2-1. Dan blijf je in de wedstrijd, of dan kom je terug in de wedstrijd. En dan kun je nagelang de wedstrijd voordat meer risico's gaan nemen met 1-1 aanvallers erbij. Om de 2-2 te gaan forceren. Waarbij je onherroepelijk weet dat er ruimte gaat ontstaan en je kansen weg gaat geven. Nou goed, deze bal gaat er niet in. En ik denk dat er een x aantal minuten later inderdaad de 3-0 binnen ligt. En volgens mij gaat dat helaas vooraf aan een opbouwfout van onze ploeg. Je was dichtbij een goal. Ja, hoe kijk je terug op dat moment? Ja, ik niet met een goed gevoel. Als ik wil, liefst had ik die gewoon gemaakt en dan staat er 2-1 en dan ja, een beetje cliché, maar dan is het gewoon een andere wedstrijd. Drie andere spelers vergeleken met vorige week. Hoe kijk je terug op hun spel? Drie andere spelers ten opzichte van vorige week. Ruben Rooske heeft als linker vleugelverdediger gespeeld. Omdat we ten opzichte van Ilias Allaft en de snelheid die hun in de ploeg hebben. Met Ruben een linker vleugelverdediger hebben die sneller is dan Niels Fleuren is. Hij speelde van de week linker middenvelder en nu linksback. Dus redelijk tevreden over Ruben Rooske. Olivier Rommers terug van de blessure. Ja, Olivier haalt altijd een hoog niveau, is gedreven. Goede speler voor Toppos. En ik denk dat hij zeker zijn niveau gehaald heeft. Kievan Leijsman gestart in de basis. Heeft twee goede invalbeurten achter de rug. En maakte een goede indruk tijdens trainingen. Vandaar voor hem gekozen in de spits. En dat is dus een voorbeeld om iemand te beschermen na 65 minuten. Omdat hij wellicht zaterdag weer moet gaan spelen. Jani Koeman vandaag gespeeld. Wisselend, is betrokken bij de kans. Met name in de beginfase goed aanwezig. Hij zal op sommige momenten nog wat sneller en nog wat dwingender moeten zijn. En sneller moeten handelen om echt in de voorwaartse dreiging gevaarlijker te kunnen worden. Dus richting het goed doel van de tegenstander. Wat dat de jongen potentie bezit, lijkt me dat. Oké, Klaas, dankjewel. Succes zaterdag. Hoe ben je opgevangen in de groep deze week? Ja, goed, goed. Echt. Gewoon goed opgevangen, leuke jongens en trainingen gaan ook goed. Alleen helaas hebben we dat niet laten zien deze wedstrijd. Wat hoop je te gaan bereiken dit seizoen? Ik hoop dat we zoveel mogelijk punten gaan halen en persoonlijk dat ik zoveel mogelijk ga spelen. Oké, dankjewel. Ja.